Wij vieren bij Kink uh, Koningsdag. Uh, dat doen we voor de derde keer het keer met uh, de Kinkenel op 100. Ja, dat zag ik. Ja, ja. Dus, uh, uh, de, de lijst met de 100 beste liedjes uh, ooit gemaakt uh, in eigen land. Mm -hmm. En uh, wij hebben daar uh, ook iets aan toegevoegd, vorig jaar voor het eerst gedaan. Uh, het, het liedje dat het afgelopen jaar is uitgekomen en het hoogst is gekomen, is dus eigenlijk ja, voor de kinkluisteraar uh, echt opgenomen in de analen van, van de Nederlandse alternatieve muziekgeschiedenis. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, een kroonjuweel op weg naar de toekomst. Ja, een, een, een moderne klassieker. Oké. Okay. <laughs> ja, wat ga je nu zeggen? Nou, ik, ik, uh, ik rijk heel eventjes uh, naar achter. Ja. Want, beste, lieve Blauwzoen, ja. een liedje dat sowieso al um, Spannend, heel, heel bijzonder was uh, voor jezelf, voor mensen die jou heel dierbaar zijn. En dat hebben we ook gemerkt uh, in aanloop naar een prachtige sessie die je van ons gedaan in, uh, in Hedon en Zwolle, voor heel veel mensen een heel bijzonder liedje is gebleken, is um, de hoogst genoteerde moderne klassieker in de lijst. Wauw. Real Hero is op het nummer 9 terechtgekomen. En ik mag jou vol trots bij deze overhandigen. Ah, oh, wat vet. De ja. officiële Kink Kronjewiel Award. Daar ben ik echt heel trots op. Hier is hij. Dankjewel. Prachtig, ja. Maar die staat dus in die, die top 100. Nee. Ja, in de top 10. Op nummer 9 staat hij. Wow. Echt? Ja, het is uh, ja, de, de hoogst genoteerde uh, vorig jaar uitgekomen single. Heel vet. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, ik bedoel. Ja, dit is voor mij ook echt een, een bijzonder lied. Dus uh, en ik heb natuurlijk gemerkt, en jij ook, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, dat, dat die song heel veel is gaan betekenen voor mensen. Maar goh, dat mensen er dan ook zo massaal op gaan stemmen, dat is natuurlijk fantastisch, ja.